We zijn aangekomen bij ons eerste chalet, waar we gaan bekijken. We komen met de auto tot hier. In de zomer kunnen we gewoon door het doorrijden naar het huis. In de winter moet je een stuk lopen. Dit is echt een woning in het midden van de natuur. Prachtig uitzicht, prachtige rit hier toe. Net hebben jullie al een stukje kunnen zien. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. We gaan een stukje lopen. Ik denk, quantimetri sono per arrivare alla casa? Een centinaio. Meno anche, dove vedrai. Een kleine 100 meter lopen, dus dat valt nog mee. Maar als er 7 meter sneeuw ligt als de afgelopen winter, dan is het aardig doorstappen. Nou, we zijn een paar meter verder gekomen. Kijk eens hoe fantastisch het chalet hier ligt. Dat kun je toch niet voorstellen. Dan kom je uit je rijtjeshuis in Nederland. Niks mis mee overigens. Kom je hier bij het prachtige chalet. Met uitzicht op de bergen. Kijk nou zeg. Oh. Dit is mooi. En dan hebben we hier uitzicht. Kijk nou mooi. Als ik een klein stukje terug ga met de weg naar beneden, dan kom je gelijk op de skipiste uit en dan ski je zo naar het dorp toe. Geweldig! Ah! En dan zijn de lariksen nu nog niet helemaal in blad, zou ik zeggen, maar de naalden zijn nog niet terug, waardoor het niet helemaal groen is. Het gras zal die groen, eigenlijk zijn we nog te vroeg. Misschien dat we over een dag of 10, 12 terugkomen om nog een keer te kijken. Ik ben nu al onder de indruk. Dan zijn we nog ineens binnen geweest.